hoe de juiste computerinformatie vinden op je Windows-computer. Hoi, ik ben Peter van SketchUp 3D en Masters in SketchUp. Wanneer mensen een probleem ondervinden met SketchUp op Windows, dan gaan we ook altijd vragen, hey, wat is de precieze hardware van jouw computer? En dan krijgen we soms iets van, ik heb net een nieuwe computer gekocht, punt. Nou, en met die info zijn we spijtig genoeg niet veel. Je hebt dan mensen die het Windows informatieschermpje sturen. En dan kunnen we inderdaad zien welke processor, hoeveel geheugen. Maar iets wat je hier niet kan zien, is wat is de precieze videokaart die je hebt. En dat is nu net soms heel belangrijk voor SketchUp. De manier om dat te vinden, je gaat gewoon naar je Windows startknop en je typt DXDIAG, dus DXDIAG. Dan krijg je deze applicatie te zien, daar klik je op. Dus soms zal Windows je vragen om dit effectief te starten en dan zeg je gewoon ja. Oké, dus wat is belangrijk? Dat je ons een screenshot stuurt van het systemen tab. Scherm en dat je dit uiteindelijk ook doet voor de beeldschermtabs. Het zou kunnen zijn dat je hier meer dan één hebt, misschien heb je er twee of drie, afhankelijk van het aantal schermen dat je aan je computer hebt en het aantal videokaarten. Maar als al deze tabs de aanduiding geven van dezelfde videokaart, dan hoef je maar één tab te sturen. Het is alleen als je ziet dat er twee verschillende videokaarten getoond worden. Dus de eerste zal misschien een Intel zijn en de tweede kan dan een Nvidia of AMD kaart zijn. Dan alleen hoef je meer dan één tab te sturen. Dus je bezorgt ons systeemtab en de beeldschermtabs indien er meer zijn met een verschillende videokaart. Vond je dit een nuttige video? Graag een duimpje of een likeje. Zie je deze video op Facebook, LinkedIn of Pinterest? Gebruik dan de link die je vindt boven of onder deze video. En dan kan je je gratis abonneren op ons YouTube kanaal. Klik op het belletje en op die manier krijg je een melding van onze nieuwe SketchUp tips. Tot in de volgende video.